Dat niet iedereen meer kan fietsen langs de Beneluxbaan heeft niet alleen gevolgen voor de fietser zelf. Sinds er door de bouw van de Amstelveenlijn een omleiding voor fietsers geldt, kiezen de fietsers voor de kortste route. En dat is het voetpad. De problemen met asociale fietsers op het wandelpad bij de Alpenrondweg zijn al een jaar aan de gang. 8 november heb ik hier een aanvaring gehad met een mevrouw die op de fiets een hondje aanreed. En het was niet mijn hondje, maar een hondje van iemand anders. En daar ontstond eigenlijk handgemeen uit. Ze begon te slaan en te trappen. En toen ben ik naar de politie gegaan en geprobeerd aangifte te doen. De politie kon niet zoveel doen. Wij vinden het gewoon oeverloos vervelend dat wij continu met de honden opzij moeten voor de fietsers. Of de honden die worden aangereden en er is iedere keer ruzie tussen de fietsers, scootertjes en de bewoners. Gemeente Amstelveen en handhaving kwamen kijken naar de situatie. Ik vind het super dat ze langsgekomen zijn en ik zou het op prijs stellen dat zij op een gegeven moment ons goed op de hoogte houden voor het wel en wee. We voelen ons nu wel serieus genomen, want ja, we hebben gewoon dagelijks wel aanvaringen. En het duurt zeker lang dat er iets gebeurt. Tenminste, het gebeurt ondertussen wel wat. Ze leggen hier boomstammen neer en ze plaatsen hier 2 hekjes, zodat de fietsers moeilijker kunnen er tussendoor kunnen, maar het is wel zo dat de manier waarop het geplaatst wordt, doen ze niet altijd handig. Wat wij zouden willen zien is op een gegeven moment dat het hier een veiliger gemaakt wordt, het een beetje dichtgetimmerd gaat worden, het bord voor de voetgangers een stuk duidelijker is. Op een gegeven moment het stukje wat we hier zometeen aan onze andere kant hebben, dat veilig is. De gemeente laat in een schriftelijke verklaring de voorlopige oplossing weten. Afgesproken is onder andere dat de gemeente het voor fietsers lastiger maakt het voetpad te gebruiken en dat handhavers van de gemeente vaker aanwezig zullen zijn. Ook zal de gemeente onderzoeken of de bestaande omleidingsroute voor fietsers geoptimaliseerd kan worden.